doodsangst is zo'n heftige energie als je het niet zo doet, maar het toelaat. Als je niet dit doet, maar naar voren gaat, dan is dat heel bruisend. Is dat heel levendig eigenlijk. Dus ja, die behoefte is er wel. Ik heb een behoefte om te praten over de dood. Heel erg zelfs. Juist omdat ik het misschien zo eng vind. Alleen het woord al dood. Dus toch elke keer weer iets spannends. Iets ver weg. We weten allemaal dat het eindelijk is, maar op een manier is die zo vaag dat we dat helemaal niet willen weten of vergeten of eigenlijk ook in een schijnwereld leven. Ja, daar kon ik niet meer, wilde ik ook niet meer omheen. En opeens kon ik er, hoefde dat ook niet, ik kon er ook helemaal inzakken. Want ik ga dood, het houdt op, het stopt. Ik heb wel delen kunnen helen van mezelf. Ja. Dus, en dat zou ik eigenlijk, gunnen is zo, maar ik zie zoveel strijd en vechten tegen de dood en vechten tegen de kanker en iedereen is maar aan het vechten en het weghouden en nog meer weghouden en pas op het laatste moment dan is er vaak een oké, nu kan er werkelijk niet meer, maar dan is er geen ruimte meer om te helen, om werkelijk te helen, daar waar het om gaat. Ja, er zijn dan bepaalde dingen die nu een stuk makkelijker zijn. Maar er zijn ook dingen, ja, het komt nu echt dichtbij en ik word steeds minder, heb ik uitvluchten zeg maar, of minder afleiding, dus ja, het komt. Dat is toch ook wel weer moeilijk. En een jaar lang bezig zijn met de angst accepteren en toch elke keer weer dat je op een onverwacht moment weer binnenkomt. Ja, ik af en toe ook wel eens even zat hoor. Maar er is ook rust dat ik dit jaar heb gehad en dat ik dit heb mogen meemaken. Dat geeft ook iets van, ik ben heel dankbaar voor dit jaar.